Hey, Poortmeester. Hier zijn we weer met een nieuwe Skylanders Battlecast tipvideo. In deze aflevering ga ik laten zien hoe je een deck kunt bouwen en aanpassen in Skylanders Battlecast. In Battlecast strijd je met kaarten. Voordat je aan de battle begint, moet je een deck bouwen van 30 kaarten. Als je nog niet klaar bent om je eigen deck te bouwen, is dat geen probleem. We hebben namelijk een hele coole automatische invoerfunctie die dat dan voor jou doet. Zo bouw je een deck in Skylanders Battlecast. Open Skylanders Battlecast en druk op collectie. Het icoon lijkt op een spreukboek. Blader door je collectie door gebruik te maken van de groene pijlen aan de rechter en linkerkant van het spreukboek. Als je alleen door jouw eigen kaarten wilt bladeren, selecteer dan Mijn kaarten rechtsboven in je scherm. Om de kaarten te zien die je nog niet hebt, vink dan Mijn kaarten uit. Om een nieuw deck te bouwen, druk je op de knop Nieuw deck aan de rechterkant van je scherm. Het eerste wat je moet doen is 3 karakterkaarten slepen naar de Skylanders kolom aan de rechterkant van het scherm. Als je een karakter wilt verwijderen van je deck, sleep deze dan uit de cirkel. Als je eenmaal je 3 karakters hebt gekozen, druk dan op Klaar om door te gaan naar de volgende pagina. Hier kun je spreuken, uitrusting en reliekkaarten toevoegen aan je deck. Blader door je collectie om de kaarten te vinden die je wilt toevoegen aan je deck. Sleep de kaarten die je wilt naar de kolom aan de rechterzijde van je scherm. Om kaarten te verwijderen van je deck, sleep je het naambordje terug in het spreukboek. Buiten de gekozen karakters bevat een deck 30 kaarten. Als je het deck niet hebt gevuld met 30 kaarten, kun je op automatisch vullen drukken. Het spel zal dan op magische wijze de resterende kaarten voor je vullen. De automatische invulfunctie is een fantastische manier om een voorstel te krijgen van het spel om je deck af te ronden. Deze functie kan zelfs alle 30 kaarten voor je toevoegen als je dat wil. Je kunt de naam van je deck veranderen door op Nieuw deck te drukken rechtsboven in je scherm. Als je klaar bent met het aanpassen van je deck, druk dan op Klaar om je deck op te slaan en terug te keren naar collectiemodus. In collectiemodus kun je de verschillende decks zien onder Mijn deck aan de rechterkant van je scherm. Als je een deck wil aanpassen, druk je op een deck en kun je meteen beginnen met bewerken. Als je eenmaal klaar bent met het maken en bewerken van je deck, kun je ze in het spel gebruiken. Voordat je aan een strijd begint, selecteer je je deck bij het personage selecteren scherm. Sleep naar boven om je decks te zien en selecteer het deck dat je wilt gebruiken in deze strijd. Bedankt voor het kijken, Poortmeester. Vergeet niet de volgende video's te kijken om de ultieme battlecaster te worden.